Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Log met Jordi van de Subpar Guys. Jordi, hoe is het met je? Heel goed, hoe is het met Milan? Met trainen ging het een beetje lastig. Ik ben gelukkig geen Pokémon's verloren, maar het ging wel erg lastig met raids verslaan omdat mijn teamgenoten heel slecht waren. Welkom bij de raids van... De CPU's van Sword & Shield, dat zijn echt... Yep. Hoe vaak had je Solrock? Nou, dat viel dus nog hartstikke mee. Op een gegeven moment, want ik had vandaag ook nog een paar keer geprobeerd, probeerde ik een Torkoal te verslaan. En toen dacht ik, ik heb echt een decent team, maar viel toch tegen. Ja. Ach ja. Nou, laten we dan beginnen met de eerste persoon, of niet? Nou, weet je wat we moeten doen? Of? Nou, wat willen we nog doen? Nou, dat is de vraag, was eigenlijk een vraag. Nou ja, wil je over de teams heen gaan? We moeten nu die gym battles doen. Ja, gym battles, maar, of, ja. We moeten eerst tegen Bide. Bide. Oké. Okay. Dat is, okay. We hebben echt nog best wel wat te doen, hoor. Want we moeten die hele storyline met Eternatus en zo ook allemaal nog doen. I know. Dus we hebben echt nog genoeg te doen. Nee, en dat sowieso. Maar het is weer typisch van... Oh! Want vorige aflevering dacht je van... Oh, je bent bij het einde. Maar dit stuk is nog best lang. Mm-hmm. Even denken. Eternatus. Beat. Beat heeft... Fairies. Psychische Pokémon. Oh, Fairies. Fairy en Psychic. Ja, heeft Galarian Rapidash. Heeft een Hatterene. Heeft voor mij een Mawile en voor mij een Reuniclus en een Govitail. Dus hij heeft zo'n rare Psychic Fairy combo waar je normaliter een Poison type tegenaan gooit. Maar ja, je hebt geen Poison zijn slecht tegen Psychic, dus daar heb je geen ruk aan. Ja, dat is een ding. Dus ja. Maar ja, Milan, nog 1 weekje. En heb je Crown Tundra. Ja, heb ik wel zin in. Daar heb ik wel zin in. Ik denk ook eerlijk gezegd dat Crown Tundra van mij gaat hetzelfde zijn als Isle of Armor. Hey, hartstikke mooi. Je hebt nu 1 week eraan besteed. Ga je nog meer in stoppen? Nee. Nee, maar Crown Tundra gaat wel veel groter worden dan Isle of Armor, hè? 4 keer zo groot als het goed is. Ja, ik ben benieuwd. Dus ik moet nog eerst zien. Mhm. Ja, ik heb op zich wel zin in. Ik weet alleen niet of ik heel veel tijd heb om te spelen. Tenminste, niet wanneer het net uit is, zeg maar. Dus... Nee, precies. Even kijken. Ze beginnen met een Mawile. En wat nou? Een Mawile. Oh, als ik het nou van tevoren had geweten, hè. Oké, ik denk dat ik gewoon begin met een Heavy Slam. Waarom ben je al zo ver? Ik moet eerst nog naar Leon zitten kijken die aan het wijzen is. Nou, ik zei, Leon, wil je wijzen? Ja, mooi. Doe het maar in je eigen tijd. Nee. Maar hij begint dus met een Mawile. Dat is echt kut Pokémon. Op zich, het valt wel mee. Want hij heeft duidelijke weaknesses. Maar die weaknesses zijn niet standaard Fairy. Je kan er geen Steel tegen gooien, want hij is zelf Steel. Ja, en je kan er geen Poison op gooien, want hij is Steel. Dus je moet op doen met de Fire en Ground tactieken. Nou ja, Fire heb jij. Wel. Ja, Ground ook. Dus dat komt wel goed. En Ground heb ik niet. Ik vind het zo jammer... Als Gligar in deze game had gezeten, had ik het zo mooi gevonden. Want was Gligar gewoon direct een pick voor mij. Ja, dat scheelt me wel weer een beurt dat ik nu moet switchen. De gauw hoer, ik wil gewoon beginnen. Ik ben nog niet begonnen, hè? Moet je nagaan, ik ben nog bezig. Ja. Crit. Oké, er staat niet zo heel veel voor. Scald doet mooie damage. Dan doen we nog een heksje. En Rapidash heeft me 2 keer gecrit. For fuck's sakes. Rapidash, dat is niet netjes. Ja, hij begon mij ook al met een crit. Nou, het is Psycho Cut, dus het heeft een hoge kans om te critten. Maar een hoge kans om te critten betekent niet 2 keer achter elkaar critten. Nee. Gelukkig zijn we wel een hoog level, zeg maar. Precies.
Weet je wat ik ook heftig vind aan mezelf? Ik speel nu, nou wat zal het zijn, ongeveer 16 jaar Pokémon. En ik weet nog die type chart niet uit mijn hoofd. Dat is zo vervelend. Nou, en ik speel veel Pokémon, hè. De weaknesses zijn niet zo moeilijk. De resistances, nee. die nakt mij ook soms nog wel een keer. Ja, maar ik heb zelfs bij weaknesses, zeker bij die wat obscuurdere types, zeg maar. Zoals? Ja, psychisch dark en zo. Daar zit ik altijd te twijfelen. Psychisch dark en poison en zo. En bug, dat vind ik allemaal lastig. Terwijl, kijk, weet je, water, vuur, gras, dat is makkelijk. Nou ja, psychic is sterk tegen fighting. Psychic is goed tegen poison. Nou, dat is al één. Ja, maar dat psychic poison, zeg maar, dat draai ik ook wel eens om, zeg maar. Dat ik denk van, oh, volgens mij is poison goed tegen psychic, maar dan is het andersom. Ik heb er altijd problemen mee. En nu heb ik niet gezien welke de volgende... Welke komt er na Gardevoir? Ik ben nog bezig met de Gardevoir. Oh. Oké. Okay. Oh, de Rapidash. Oké. Okay. Oh, bij mij was het Mawile, Rapidash en dan Gardevoir. Ah. Nou, Gardevoir is bij mij klaar. Even kijken. Volgens mij hebben ze de 4, want over het algemeen 4 of 5. Ja, dat valt wel mee dan. Klopt. Nee, laten we even eerlijk zijn. Het zijn er maar 4. En je zou toch denken dat eigenlijk als zo'n challenge, ook al is Beat niet echt technisch een challenger, je zou toch denken dat iedereen heeft de 6. Ja. Beetje rabia. Die Rapidash hebben mij full restore gebruikt. Ja. Fucking irritant. Oh, ik ben sneller dan de Hatterene, oké. Okay. Netterin is Gigantamax, denk ik, hè? Ja. Ja. Bel. De wijze les. Werkt iets niet, gooi er een bel tegenaan. Hm. Ik zou op zich wel gaaf vinden als Bronzong een keer een regional form gaat krijgen waar hij geoxideerd is. Daar bedoel je mee? Je weet wat er gebeurt als een brons heel lang... brons afkopen. Roest het. Nou, roest het. Wordt zo'n rare groene kleur, hè? Ja. Oh ja, dat zou wel vet zijn. En volgens mij doen ze dat nu momenteel al met de shiny. Volgens mij is de shiny groen. Ja, maar dat klopt. Dat je er echt daadwerkelijk iets mee doet. Dan, I don't know, wat zou een mooie typing zijn voor een oude brons? Misschien. Ja, gras of misschien rock psychic. Maar verbrokkeld is. Ja. Ja. Maar gas psychic zou ook op zich kunnen met mos dat er opeens zit. Ja. Ik zit nog steeds te wachten op een rock ghost. Die er nog steeds niet is. Nee, inderdaad. Golurk, ground ghost. Oké, okay, prima. Klei is technisch gezien meer iets gronds. Ken iets je die boulder geist van Mario Galaxy? Ja. Dat zou een goede Pokémon zijn voor rock ghost. Ik race Jeroen Rigus. Sorry, wat? Runerigus, de evolutie van Galarian. Dat is naar mijn mening gewoon een perfecte rock ghost zijn geweest. Nee, ground ghost. Maar waarom dan? Zo jammer, hè? Mm-hmm. Nou, ik ben klaar met bieden. Hoezo ben ik geconfused? Ja, ik kan zo meteen even zeggen wanneer je klaar bent met bieden. Ja, als het goed is nog één hit, maar ik hoop niet dat ik geconfused ben, anders ben ik genaaid. Kom op. Gelukkig maar. Oké, het ring is als goed sterf. Yup. Easy. Mooi. Easy peasy, lemon squeezy. Zeker. Azula is level 61. Pa-pa-da-pa-pa-pa-da-pa-pa-da-pa-pa-da. Even kijken, nee, ik laat mijn backup team laat ik gewoon echt even alsnog als backup. Volgende is Nessa, toch? Volgende is inderdaad Nessa. Was je de hal weer in? Of de tunnel? Nog niet. Ik ben nog aan het oude worden met BD. Met BD. Oké. Okay. Hij blijft maar stoer doen, hè, die BD.
Zo van, als ik jou had verslagen, dan had ik pensioen kunnen nemen. En als jij me wel had verslagen, had ik ook pensioen kunnen nemen. Maar ja, nu juichen mensen me toe, dus nu kan ik geen pensioen nemen. Gozer, je bent 10. Begin nog niet nu al met fucking pensioen nemen. Dat is ook weer niet nodig. Wat, ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Oh, what the fuck, ze healen je gewoon helemaal? What the fuck? OP. Nou ja, het maakt de challenge wel wat makkelijker, maar aan de andere kant, je kan toch niet... Je kan niet echt weg, dus je zit toch vast. Mm-hmm. Tunnel. Tunnel. Ja, maar als je dan... Ik ga nu de tunnel in. Oké. Okay. Maar als je dan bijvoorbeeld... vergeten bent potions te kopen of zo... Dan ben je gewoon genaaid. Dat had ik op zich wel... In de oude game zou dat zo zijn, zeg maar. Maar in de oude games had je ook geen trainers... die op een route zouden gaan healen. Of rivalen die zeggen van... Je bent nog niet super sterk. Wacht even, ik heal je even en dan doen we de fight. Ja. Yeah. Dan is het fuck jou. In de oorspronkelijke game was het... Hier. Sylphco. Oh, je bent door alle Rocket Crunch heen. Oh, wat goed van jou. Noem het dan tegen mij. Hoe bedoel je? Je verwachtte dat ik je zou gaan healen. Nee. Ah, wacht even. Nessa begint met Glissopot. Yup. Ik zie het. En daar heb ik nog net de verkeerde Pokémon voor. Oh, dat gaan we niet doen. Ik had Grimmsnow voor. Nou ja, Grimmsnow en Bugtypes, nee. Glissopot 1 KO, nice. Laat maar uit, first impression. Nee, ja. Bedoel je wat hij deed? Of hoe bedoel je? Ja. Nee, ik deed Thunderbolt als 1 KO. Seeking. Oké, waarom doet dit zo weinig? Oh, Shadowclaw. Toch even, ik kan nu wel al wisselen naar Grimmsnow weer toe, want First Impression werkt maar één keer, maar... Mm. Alsnog. Zij heeft 5 Pokémon trouwens. Toch wel 5. Nou, emergency. Zij sneller. Oh ja, wacht. Ik was even vergeten dat Gen 7 Pokémon fucking slow zijn. Ja, voor mij is dat een trend sinds Gen 6 dat Pokémon super traag zijn. Ik weet niet waarom dat een ding is. Ja, ik moet altijd zo lachen om Fikevolt die in zijn beschrijving heeft staan dat hij fucking snel is, terwijl hij fucking slow is. Yep. Oeh, Drizzle. De play van Nessa. Dat doet veel te veel. Even kijken, ze zal wel Dreadnought. Is dit een Gigantamax Dreadnought? Ja, dat is een Gigantamax Dreadnought, ja. Zo, jammer. Nee, dat doet niks. Liquidation, voor de liquidation. Valt me nog mee. Ja, hij deed bij mij ook liquidation. Toen dacht ik, hoezo ben je sneller? En toen dacht ik, ik ben een Fikerbolt. Ja, ik vlieg. Maar technisch gezien kan ik niet vliegen. Oh, volgens mij heb ik nog niet gezegd. Ik heb dus 1 backup Pokémon, mocht er eentje doodgaan. Dat is Indeedee. Mm-hmm. En de rest, ja, hopen gewoon dat er niet zoveel dood meer gaat. Nee, dat is de grootste wens eigenlijk, ja. Mm-hmm. Want stel nou, er gaan 4 of 5 Pokémon bij jou dood, dan ben je al klaar eigenlijk. Yep. Ja, of ik moet inderdaad offscreen weer heel veel gaan trainen. Ja. En of je daar dan zo vrolijk voor wordt? Ik heb Nessa echt gesweept. Nice. Ik ben nog bezig. Ik heb net de Glissopot klaar. Nu moet ik alleen nog de Dreadnought. Oh nee, de Pelipper nog eerst. Ah, daar hebben we een oplossing voor. Meneer Amaretto, kom maar eens even bij.
Meneer Amaretta, dat vind ik echt een grappige naam. Oh ja, ik dacht van, oh ja, ik heb zometeen, ik ben outspeed zometeen wat ding. Nope, heeft drizzle. Wah, wah. Oeh, ik moet zo tegen Alistair. Nou ja, geinig genoeg maak ik me om Alistair niet zo heel veel problemen. Alistair heeft Ghost Pokémon. Ja. Dat kan ik dan het best gebruiken. Even kijken. Kijk, ik heb wel Azula, die heeft ook, is ook Ghost, maar hun zijn natuurlijk ook super effectief op mij. Ja. Bronzing is laag. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet het niet. Wow, de kraai van Chandler is echt heel heftig. Ja. Hij kan wel Shadow Ball. Zou ik hem wel gebruiken? Volgens mij heb ik hem helemaal niet gebruikt. Laten we even kijken. Deze Max Overgrowth. Ik heb geen... Ja, oh, ik ben sneller. Nee. Ik ben trots op je. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht. Met Drizzle er bovenop. Drizzle my shit. En Drizzle Swift Swim. Ik denk van, oh, ik ben trager. Maar... Is dus niet het geval. Oké. Nou, ik vind het heel mooi dat Nessa zegt van, maak deze plek onze oceaan. Maar er zit hier, ja, we hebben hier een publiek. Doe dat nou niet. Rip. Ik vind Dreadnoughts Gigantamax design wel... Het is heel simpel, maar ik vind het wel gaaf. Precies. Maar het hoeft ook niet altijd moeilijk te zijn, hè, om gaaf te zijn. Nee, precies. Nou, Dreadnought gewoon shot. Nice. Ja, ik was bang dat ik hem niet kon outspeeden. Daar zat ik meer mee. Nou. Ja, dat zou een beetje jammer zijn. Want als hij bijvoorbeeld... Max Keizer zou doen. Ja, Dreadnought doet nu eenmaal heel veel damage. Joep. Oké, hebben we dat klaar? Dan heel even wachten met het gepraat, geblair en nog meer gedoe. En dan kunnen we beginnen aan Alistair zometeen. Zeg maar als je zo in de tunnel bent. Geheime tunnel! Ik ben nog niet door de geheime tunnel heen. There we go. Ik ben nu in de geheime tunnel. Je kan. Alright, hè. Dan is het tijd tegen Alistair. Hoe die... Ja. Ik ben even vergeten wat de leaderboard voor deze ook weer was. Maar deze heeft dus gewonnen van... Nummer 3? Dus hij heeft gewonnen van een Fire, maar hoe dan? Van Melody heeft gewonnen. Hij heeft van Melody gewonnen. Ja. Nou, alsnog mijn vraag, hoe dan? Met magie. Ja, Melody was, weet je wat, ik heb mijn eigen zoon, weet je wat, jij wint maar. Ja. Hij begint met een Dusknoor. Ja, ik zie het. Bulky Pokémon. Yep, dit wordt spannend. Nou ja, we zullen zien. Ik maak me op zich niet zo heel veel zorgen hierom. Het enige waar ik zorgen om maak is pressure. Dat ik geen PP meer over heb aan het eind van de rit. Dat zou wel jammer zijn. Dat zou inderdaad heel jammer zijn. Oh, Dusknoor won het KO. Nee, ik net niet. Foul play deed niet genoeg damage. En hij begint al meteen met de Full Restore. Oh, dat schiet op. Maar heb je die alvast gehaald? Nee, daarom. Oh, gelukkig, mijn Chandler is eerder. En one hit KO Chandler. Ja, dat wil nog wel eens helpen. Oké, dat was Dusknoor. Poltergeist is nummer 3. Volgende is Chandler. Daarvoor hebben we Plumeria. Volgens mij is de speed van Chandler erg hoog.
Over het algemeen wel. Over het algemeen wel, ja. Ik ben echt verliefd op Chandler. Die heeft tot nu toe nog alles one-hit KO'd. Mooi. Zonder damage te teken. Cursela. En deze Chandler naait me door Will-O-Wisp te doen. Zo jammer. Nee, Chandler heeft hoge defense, dus wie weet kult al. Nee, de burn maakt ook echt uit. Elf leeftijd met 10 AP. Oh, dat is echt lullig. Dat is lullig. Nou ja, wat lullig nu zal zijn, is als Golisopot... Nee, oké, okay, Golisopot triggert nog geen emergency exit. Oké, okay, ik heb tot nu toe nog steeds alles gewonnen. Ik ben bij de Gengar. Die nice. Trouwens ook vet vind. Ziet hem turken, die Gengar. Cursela. Nou ja, voor Cursela gaan we... Oeh, dat betekent dat Gengar sneller is, hè, als zij als eerste Gengar maakt. Dat is kut. Nou ja, Gengar is nu eenmaal snel. LKZM is sneller, maar... Als LKZM er niet was geweest in Gen 1, was Gengar de meest OP Pokémon geweest. Dit wordt wel even spannend, dit. Ik denk dat ik misschien Chandler wel kwijtraak als hij veel damage doet, dan ben ik echt genaaid. Of hij doet, weet ik veel wat, iets anders. Nee, hij doet... Max Darkness? Dark type, hè? Ik leef nog. Dus ik bijna afvragen van waarom doe je dan geen Max Goes, want zou je naar verhouding dan meer damage moeten doen? Ja. Oké, okay, Gengar ook one-hit. Ik heb alles one-hit KO'd. Mooi toch? Zeker, zeker. Ik ben niet ontevreden. Ik had verwacht dat het allemaal veel moeilijker zou zijn. Nou ja, we zijn ook een paar levels hoger. Maar ja, deze levels hebben we gedaan om rekening te houden met Leon in het geval dat we in één keer door konden. Mm-hmm. Oké, okay, Alistar is ook bij mij eerder. En het is ook nog eens zo dat Chandler, dit is de eerste keer dat ik Chandler gebruik en die heeft nu alles one-hit. Mooi. Echt een vette Pokémon Chandler. En de laatste, dat wordt Pierce, geloof ik. Ryan. Laatste is Ryan, ja. Was het maar Pierce? Ja. Yeah. Maar nee, we hebben zo meteen de fire... fire bullshit. Doe heel even met de V iets zachter, want ik weet niet of hij hem op de mic pakt. Oh ja, ik hoor hem niet in ieder geval, maar... Ryan, even kijken. Een draak. Oké, nee, was maar een illusie. Ik ben nu eigenlijk drie dingen aan het opnemen voor op de Switch. Eén is deze, okay. De andere is 3D All-Stars, die ik ook op maar 3 volume inzet. Maar de andere wat ik record is Xenoblade Chronicles 2, en dat is de enige die ik record op 5 volume. Okay. En ik was even aan het kijken, stond hij nou nog op 3 of stond hij op 5? Maar ja, hij stond nog op 3, dus... In theorie zou dit niet moeten horen. Waar zou Ryan mee beginnen? Torkoal. Kijk, daarom vraag ik dit dus. vraag ik dit. Ik ben nog maar net, ik ben nog maar net klaar met Alistar, dus... Ja, hoe heet het? Ik ben ook nog niet begonnen, hoor. Maar ik vroeg het voor de zekerheid, zodat ik wist welke ik vooraan moest zetten. Ja. Want Torkoal is ook echt een draken-Pokémon. Nou ja, je kan afleiden, het is een schildpad, dus een reptiel. Ja. En reptielen worden vaak onder draaktypes neergezet, dus... Ja, maar je bent een draak, gymleader. En ook nog eens blijkbaar een van de beste, de rival van de champion. En dan heb je niet eens 6 draken-Pokémons. Of 5. Nou ja, hier is de argumenten tegen. Hij gebruikt een Gigalith en een Santaconda in zijn gymfight. Ja, wat is dat nou? Ja, je kan de tunnel door. Yes. Maar ja, ik vind de ene kant wel mooi, want ik vind gimmicks... Vind ik nu veel liever dan type gym leaders. Ja. Kijk, ik vind op zich totaal niet verkeerd dat gym 1... zo'n black and white gym is. Dus een gras, fire of water gym op basis van de starter die je kiest. Dat vind ik een prima gimmick. Maar
Bijvoorbeeld een gym die double battles gebruikt, een gym die weer effects gebruikt, een gym die daar heb je wel gelijk in. Dat is wel gebruikt. Een gym die, nou ja, wat kan nog meer zijn? Focus op items vind ik zo oneerlijk. Ja, omdat je dat van tevoren niet echt kan inschatten. Nee. Zoveel gimmicks zijn er naar verhouding eigenlijk niet. Ik zelf zou het nog heel gaaf vinden als er een gym komt die gebaseerd is op triple battles. Maar de kans dat we die weer terugkrijgen is heel klein. Ja, heel klein. Of rotation battles. Ik vond rotation battles hartstikke gaaf. Maar... ja, alleen zaten er in de game waar dat de gimmick was, zaten er al niet heel erg veel. Nee, klopt. En op... Toot. Ja, dat was mijn telefoon. Ja, nee, maar als bijvoorbeeld... stel nou, de eerste gym was een rotation battle geweest. Of het idee van de eerste gym, dus gas, water, fire, zou gym 4 of 5 zijn. En dat zou dan een rotation battle zijn geweest. Dat zou heel gaaf zijn geweest. Zeker. Ik heb tot nu toe trouwens weer alles gewonnen uit KO, dan weet je dat. Nee, ik nog niet. De torque was iets te defensief aan mijn kant. Goodra is ook zo'n vette Pokémon, vind ik, hè. Had ik nog iets met Ferry? Nope. Oh, ik mis. Nee. Oké, hij doet Surf. Dat doet best wel veel damage op een Flygon. Oh, dat valt trouwens echt vies tegen. Of, mee eigenlijk. Mee, tegen ja. Mee. Boom. En ook one hit KO. Nice. Nu komt zijn Duraludon. Ik ben trouwens nog 7 keer langs die Duraludon spot geweest. Geen Duraludon. Maar, nope. Ik snap nog steeds niet hoe dat dan werkt. Nou ja, ik weet hoe het werkt. Gewoon niet, maar... ja. Ja. Dat is een beetje het ding erachter. Turtonator is de volgende. Ja. Ik vind Duraludon ook een hele bijzondere Pokémon. Nou, het design is prima. Hey, Duraludon is toch steel? Ja, Steel Dragon. Waarom is vuur dan niet super effective? Dat snap ik niet. Omdat Dragon fire resist en Steel is er zwak tegen, dus dat is neutral. Wat een onzin. Hey, ik verzin het niet. Maar dat is een beetje het idee erachter. Hetzelfde als Water Grass. Ja, technisch gezien zou je alsnog het argument geven. Als je gas erop doet, dan zou het alsnog effectief zijn. Maar ja, in ieder geval. Ja. Ja, maar ik vind het ook raar dat Dragon... dat Fire niet werkt op... of slecht werkt op Dragon. Dat nou, op raar. Zich, dat is niet zo heel raar. Want meer dan van de tijd worden Dragons gekoppeld aan het idee van ze kunnen zelf vuur spuwen. Ja, oké. Dus waarom zou vuur effectief zijn tegen draken? En de reden waarom Fire, Water, Grass en Electric niet werken op Dragons is dat hele mystieke idee achter Dragon types. Dat Dragons zo mystiek zijn dat ze de elementen kunnen controleren. Interessant. G-Max Depletion. Want jij kan gerust het argument geven van... hey, waarom werkt een bulk niet tegen een draak? Wat kan nou een Caterpie doen tegen een Duraludon? Helemaal niks, toch? Maar ja, nee. Alsnog is het... vanwege steel is het niet neutral. Is het not very effective. Maar als het een Goodra is, ja. Ja, oké. Beetje nu het idee heb ik alsnog niet zo heel veel problemen gehad met Duraludon, maar toch. Ik ga denk ik even een keer Caliburn gebruiken. De Ego Slash. Ik ben nu klaar. Wat moet ik nu doen, zeg maar? Gewoon blijven staan ergens? Ja, of, want wanneer gaan we dit... nog eerst... Nee, wanneer we dit hebben gehad, zijn we klaar. Ja, precies. En dan moet ik nog een keer tegen Leon. Leon! Alleen eerst nog die hele Eternatus onzin. Ja.
En ik heb geen idee hoe dat zo meteen gaat. Wat? Nou, je loopt straks het stadion binnen en dan wil je gaan beginnen tegen Lyon. Nee, alleen... ik bedoel met de fight zo meteen tegen Eternatus. Ja, dat wordt wel pittig, denk ik. Daar zit ik voornamelijk mee van. Gaat het meevallen of gaat het tegenvallen? Ja, daar ben ik best wel bang voor. Welke type is hij? Hij is Dragon? Dragon Poison. Oké, ik denk dat ik Flygon ga gebruiken dan. Op zich een prima idee. Maar dat doen we sowieso de volgende aflevering. Daarom. Ik blijf nog gewoon even wachten totdat jouw battle af is en dan sluiten we de aflevering af. Yep. Oei, dat doet veel te weinig. Dat doet veel en veel en veel te weinig. Bronzong! Ik heb nu in mijn Dynamax geweest, maar ik denk van, oh, Eggslash, oh, die kan wel een Duraludon shotten. Nope. Zo jammer. Ah, dan moet Bronzong maar even een paar hits steken van een Gigantamax. Ah, Gigantamax Duraludon. Dan komt de Fist. En de Fist stelt ook niks voor. Nou, word maar weer klein. Want zou je eigenlijk deze game aandurven door niet te Dynamaxen? Wat? Zou jij deze game aandurven dat de enemy wel mag Dynamaxen, maar jij de fights moet doen zonder Dynamax te doen? Nou, vooral in het begin is dat lastig. Ik denk dat het later wat makkelijker wordt als je een beetje in controle bent. Zeker als je weet wat er komt, zeg maar, wat voor team je hebt. Ja. In het begin lijkt me dat erg lastig, zeker met die Dreadnought van Nessa en die Sand Scorch van Kabul. Nee, precies. Nou, dat was Ryan. En Milan. En Jordi. En, wat ga je dan zeggen? Oh, bedankt voor het kijken van... Dat bedoelde je, toch? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik dacht, waar wil je nou heen? Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet vooral het kanaal van Jordi niet te checken. Die staat in de beschrijving. En dan zien jullie heel graag de volgende aflevering weer... wanneer we tegen Eternatus gaan vechten. Bedankt. Tot later. Adios.